Niet alleen in het bubbelgem, bubbelgem, maar tot ver daarbuiten was deze lieve kleine Piraner geliefd voor zijn muziek en zijn lach. Vooral voor zijn warme hart, zijn ongezonde manier om omgaan met de dingen, maakte Vos zo uniek. Wie herinnert zich nu niet nog heel recent op tv in de Slimste Mens, waar hij kwam aandraven in een kilt? Misschien stond u wel eens naast hem een beetje te drinken op de Gentse feestdag na zijn optreden hier op het festival Rock for Specials. Of u nu fan was of niet van zijn muziekgenre, zijn verschijning toonde spontaan een glimlach op.